Hoewel de Vierdaagse officieel geen wedstrijdevenement is, maken sommige lopers er een sport van om zo snel mogelijk te finishen. Dinsdagochtend om 9:10 liep de Brit Simon Brownlee als eerste over de streep, net als vorig jaar. De eerste Nederlander, Wim Poot, finishte om 9:10. 20 minuten later volgde Ilona Klinkendon als eerste vrouw. De drukte bij de Rode Kruispost naar Elst was dinsdagochtend zoals verwacht. Volgens de hulpdiensten deden zich op enkele gevallen na van onwel worden weinig problemen voor. Rond 9:00 kreeg een loper in Elst last van de warmte en een hoge bloeddruk. Een ambulance kwam ter plaatse voor assistentie, maar de situatie bleek niet ernstig. Ook een meewandelende politieagent werd onwel. Hij is voor de zekerheid per ambulance afgevoerd. Voor de wandelaars die Lent en Oosterhout nog niet zijn gepasseerd, zal het zwaar worden. De temperatuur loopt daar ondanks een zwakke wind sinds het middaguur al snel op. Bij de spoorbrug langs de dijk is dan ook een groot medisch centrum opgezet met verschillende ambulances en containers. Welkom bij de tweede Vierdaagse update op Vierdaagse TV. Vanmorgen vroeg waren de lopers om 3:00 gestart op deze eerste wandeldag, de dag die naar de Betuwe leidt. En dat betekent dat ze ook in Bemmel komen. En daar waren onze verslaggevers aanwezig om eens te polsen hoe het er daar aan toe ging. Tegen het ochtendgloren zetten vanmorgen de eerste Vierdaagse lopers voet in Bemmel. Daar werden zij binnengehaald door de altijd enthousiaste fanfare. Een uurtje vroeger was door het warme weer, dat was ook te merken bij de toeschouwers. Het is dit jaar wat vroeger, hè? Maar meestal dan komt het pas om 5:00. Maar er waren de eerste hier vanmorgen om 4:00 al. Vroege dag. Hoe vroeg zat u er al? 4:30. Het was al veel weg. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen allemaal. Adviezen vooraf om goed te drinken was niet aan dovermans oren gericht. De behoefte aan water bleek groot. Kijk eens, Lingewaard. Ben je pas op zijn best. Alsjeblieft. Maar is er ook genoeg? Meer dan genoeg, gaan we vanuit. Legio-flesjes gingen er doorheen. Enkeling leek vooral trek te hebben in een sigaret. En dat was Bemmel vanmorgen in alle vroegte. Er zijn een heleboel campings in de regio. Vierdaagse campings, logisch. En er staan een heleboel tenten en caravans. Robert de Loor die ging kijken op camping De Vossendijk in Nijmegen. Wat er allemaal gebeurt als de lopers bijvoorbeeld weg zijn en wat die achterblijvers doen. De Vierdaagse camping op het terrein van sportvereniging Hatert trekt ook dit jaar weer veel gasten. Een flinke stoet aan auto's met caravan stond afgelopen week al voor de ingang. Afgelopen woensdag ging het campingterrein officieel open. En wij namen een kijkje bij de wandelaars en hun steun en toeverlaat. Mevrouw, ja? U bent alvast een beetje bezig met de conditie of met het warm fietsen? Ik doe voor de verzorging, mijn man die loopt. Oké, voor de verzorging. En wat doet u dan de hele dag om alles in goede banen te leiden? Nou, ik ga voornamelijk kijken of u het goed doet. Een lekker krantje. Nog even de rust. Gaat u morgen zelf lopen of ja, wat ze bedoelen? Zelf, ja, morgen. Ja. Alleen ik denk dat het heel erg warm wordt morgen, begrepen. Ja. Dus en wij gaan ons best doen. Oké. En wij dus samen met de vrouwen, dan gaan we even naar de andere kranten lezen. We gaan samen lopen. Ja. Dit is al vaker dat jullie samen dit hebben gedaan? Vorig jaar de eerste keer. En we vonden het hartstikke leuk. Dus we gaan lekker weer meedoen. Ja. Geen problemen vorig jaar? Nee. De laatste dag is sowieso zwaar. Maar we zijn er doorheen gekomen. Weet je, het begon bij mij met een weddenschap. Van nou oké, je moet wandelen. Kom op. Ik zeg wandelen, dat is voor bejaarden. Weet je wel zo.
Totdat ik het liep, ja, dan is het zo ontzettend afzien op een gegeven moment. Dat is ook eigenlijk weer het leuke. Als je het helemaal haalt, dan is het weer helemaal top. Dus ja, ik vind het gewoon wel afzien. Ik ben ook niet zo iemand die echt gaat trainen van tevoren of weet ik veel wat. Ik loop en dan zie ik het allemaal wel. Dus, Deze twee heren al druk in discussie. Gaat het over morgen? Overmorgen. En dan donderdag en vrijdag. Vooral donderdag en vrijdag, hoe het weer gaat worden. Ja. Hoe het weer gaat worden en niet hoe het jullie gaat, wie het beste volhoudt. Nee, maar we lopen gelijk op hoor. Ja, we lopen gelijk op. Nee, dat gaat wel goed. En ik zie weer een krantje. Is dat een soort van voorbereiding op de dag van morgen? Ja, geestelijk moet je helemaal tot rust komen. Hè, dus, en dan een lekker de krant lezen, lekker een dagje vakantie nog. Hoe lang zijn jullie hier zelf nu al? Sinds gisteren. En de caravan die hebben we woensdag hier geplaatst. Dat is onze chef Blokhut. Is dat jullie chef? Chef Blokhut. De chef Blokhut. Vertel. Wat houdt dat eigenlijk in? Ja, wat houdt dat eigenlijk in? Ik zet hier elk jaar die grote tent neer. En je ziet dat ze komen automatisch. Je hoeft er niks aan te doen. Als je het 10 jaar gezellig maakt, dan komen ze het 11e jaar ook wel. Ja. En u verzorgt het eten en de massages of zo? Nee, ik loop alleen mee. We hebben 2 mensen speciaal voor de verzorging. En we hebben 1 dame die voeten intapet en wat niet nodig is, eventueel masseert. Oké, en welke dame doet dat? Dat is Betsy. Kijk, dan gaan we even naar Betsy. En hoe ga je nu mentaal voorbereiden? Nou, dat hebben we gisteren gedaan. Dus we waren wat laat thuis vanochtend. Maar gewoon gaan met de bananen. En voor de rest is er niet zoveel voor te bereiden. We beginnen vanmiddag met intapen. En dat ze dan 4 dagen makkelijk uit kunnen lopen. Oké. Dan nog wat tips voor de lopers en voor deze heren en dames? Dat zijn weinig tips. Deze zijn zo getraind, die hebben helemaal geen tips meer nodig. Nee. Als ze alles doen wat er gezegd wordt, goed eten en drinken onderweg, nou, dan komt het allemaal perfect voor elkaar. In totaal kunnen zo'n 3500 gasten op het campingterrein terecht. Aan belangstelling geen gebrek. Ook deze 4-daagse editie staat de camping weer helemaal vol met wandelaars en toeschouwers. Het is dinsdag en dinsdag betekent bij de Vierdaagse feesten traditioneel het vuurwerk op de Waalkade. Wij spreken met de bouwers van het vuurwerk wat er vanavond voor ons in petto is. Hoe staat het met de voorbereidingen voor het vuurwerk van vanavond? Ja, goed. Momenteel staat alles eigenlijk al klaar. De laatste handelingen worden verricht en het controleren is daarbij van belang. En dan kunnen we eventjes achterover zitten en wachten tot vanavond. Wat kwam er nou bij de voorbereiding kijken? Nou ja, het is eigenlijk het is enkele dagen is het opbouwen. En dat is voornamelijk vanwege de hoeveelheid wat weg wordt geschoten in de avond. En dat is eigenlijk vanaf zaterdag. Ja, en dat houdt in alles neerzetten, gereed maken, aansluiten. En dan testen eigenlijk. En hoeveel stuks vuurwerk moeten de lucht in gaan vanavond? Als ik het ongeveer even heb kunnen tellen, is dat rond de 2200-2300 bommen. Die vliegen de lucht in. En daarnaast nog allerlei speciale effecten die dan ook de lucht in gaan. Dus ik denk bij elkaar, 2500 stuks vuurwerk zal de lucht in gaan. En hoeveel procent daarvan ontbrandt dan ook daadwerkelijk? Ja, achter mij ligt 100%. En je hebt altijd wel dat wat blijft staan, dat voorkom je niet. Dan slaat het over, zoals wij dat noemen. Of dan stopt het daardoor. Dat kan altijd, het blijft handwerk natuurlijk, vuurwerk. Is deze editie nou ook nog anders dan voorgaande? In principe niet. Alleen wat dit jaar dus niet gaat gebeuren, is dat het zonder muziek wordt geschoten. Dat was de vorige edities wel. En dat geeft eigenlijk niet heel erg, want daardoor kunnen we onze creativiteiten nog veel meer instoppen. En dat hebben we ook gedaan voor deze editie. Dus het zal qua impact zal het heftiger zijn, omdat we het hebben terug kunnen brengen naar ongeveer 15 minuten. In plaats van 3 tot 24 zoals de vorige jaren. En daardoor kunnen we wel heftiger wegschieten. En dat gaan we ook doen vanavond. En wanneer moet de eerste knal klinken? Dat is rond 10:30. Met een hoop publiek erbij. Ja, daar gaan we wel vanuit, ja. En tot zover de Vierdaagse update. Vanavond zijn we er weer met een extra lange uitzending van de Vierdaagse TV. Met alles daarin van de wandelmarsen en uiteraard de feesten van gisteravond. Wilt u reageren op onze uitzendingen? Dat kan via e-mail info@vierdaagsetv.nl of kijk eens op onze website www.vierdaagsetv.nl. Tot vanavond, 7 uur.